We openen Gods heilig woord in Handelingen 12. En we lezen eruit de versen 19 tot en met 26. Handelingen 12, 11, ik vergis me met het nummer. Handelingen 11 van vers 19 tot en met 26. Handelingen 11 vanaf vers 19. Zij nu die door de verdrukking die in verband met Stefanus plaatsgevonden had, overal verspreid waren, gingen het land door tot Fenicië, Cyprus en Antiochië toe, terwijl ze tot niemand het woord spraken dan alleen tot de Joden. Er waren onder hen echter enkele mannen van Cyprus en uit Cyrene, die toen ze in Antiochië gekomen waren, het woord richtten tot de Grieks sprekenden. En de Heere Jezus verkondigden. En de hand van de Heere was met hen. En een groot aantal geloofde en bekeerde zich tot de Heere. En het gerucht over hen kwam de gemeente die in Jeruzalem was ter oren. En ze zonden Barnabas uit om het land door te gaan tot Antiochië toe. En toen hij daar gekomen was en de genade van God zag, werd hij verblijd en spoorde hij in allen aan om met een hartelijk voornemen bij de Heere te blijven. Want hij was een goed man en vol van de Heilige Geest en van geloof. En er werd een grote menigte aan de Heere toegevoegd. En Barnabas vertrok naar Tarsus om Saulus te zoeken. En toen hij hem gevonden had, bracht hij hem naar Antiochië. En het gebeurde dat ze een heel jaar met de gemeente samenkwamen en een grote menigte onderwezen, en dat de discipelen voor het eerst in Antiochië christenen genoemd werden. Gemeente, we letten op een drietal gedachten. Allereerst grenzeloze tegenwerking. Ik heb er maar een bepaald lidwoord voor gezet. De grenzeloze tegenwerking. Dan weten we ook gelijk waar het vandaan komt. Bij de boze. En dat niet alleen. Ik kan daarna bij punt 2 het en bij punt 3 een gebruiken. Dan onthouden we het beter. Dus allereerst de grenzeloze tegenwerking. En dan wel zo'n uitroepteken boven de, want het gaat om het werk van de boze. Het goede gerucht en ten derde een geestelijke beoordeling en bearbeiding. De grenzeloze tegenwerking namelijk van Satan die het goede werk van de Heere tegenstaat. De gemeente wil verstrooien en verbreken. Lukt hem niet, gaan we horen. Maar hij doet het wel, ook vandaag. De grenzeloze tegenwerking van de Satan. Ten tweede het goede gerucht. Want de Heere gaat toch door. Hij leeft. Hij is overwinnaar. Hij regeert. Hij gaat door. Daarom gaat het goede gerucht ook door. Omdat hij geeft dat er mensen zullen komen uit alle landstreken, tongen, talen en naties die zijn naam zullen belijden. Uit Antiochië, maar ook hier uit Schravenzande en omgeving. En ten derde een geestelijke beoordeling en bearbeiding. En dan gaan we wat inzoomen op het werk van Barnabas, die dan ook beseft er moet meer hulp bij komen, zodat ook Paulus een plekje krijgt een jaar lang om te werken in Antiochië. Allereerst dus de grenzeloze tegenwerking. Daar begint vers 19 mee. Zij nu die door de verdrukking die in verband met Stefanus plaatsgevonden had, overal verspreid waren. Dat sluit aan bij de geschiedenis van Stefanus. Dat is duidelijk, die naam wordt hier genoemd. En dat is wat in het slot van Handelingen 7 beschreven wordt. Hoe deze diaken, die vol is van de Heilige Geest, en ook zo'n heerlijke preek houdt, schriftuurlijk, om aan te tonen wie de Heer Jezus is. Maar ook om aan te tonen
welk een verzet en haat er leeft in het hart van de Joden, waar hij tegen spreekt. Om hen ook aan die haat en dat verzet te ontdekken, zodat ze met die zonde zouden komen voor de voeten van de Heer, om het te belijden: Heer, ik ben een vijand van u en van uw genade. Maar in plaats van dat ze gebroken zijn, zeggen ze: Saulus, hier, daar zijn onze jassen, pas er goed op. Dan kunnen wij de stenen bij elkaar rapen. En Saulus doet het ook, een jonge man, zo staat er in Handelingen 7. En ze leggen de jassen neer aan de voeten, want reken maar dat hij goed zijn best zal doen. Hij zal hen wel even vrijspelen, dat zij hun werk kunnen afmaken. Dat betekent Stevenen stenigen. Ze zoeken stenen bij elkaar en deze getuige van Jezus wordt een martelaar. Maar zijn ogen op de hemel gericht. Hij ziet Jezus staande als geslacht. Hij ziet zijn koning. En hij beveelt zijn geest in de armen, in de handen van zijn koning, die voor hem dood geweest is en die leeft. En als dan Stevenus gestorven is, dan staat er ook dat het niet bij Stevenus eindigt, deze uitbarsting van haat en boosheid tegen alles wat Jezus volgt en wat met de Heer Jezus te maken heeft. Maar dan zien we juist dat dat werk doorzet. En dat is een finale aanval van de hel op het werk van de hemel. Want vanaf Handelingen 2 was er heel wat gebeurd. Een gigantische explosie van kracht, dynamis. De kracht van de geest die gekomen is. De discipelen en de volgelingen van de Heer Jezus hadden er 10 dagen om gebeden. Niet zo van, oh alsjeblieft, dat het nog mag komen staan te gebeuren. Nee, maar de Heer Jezus had gezegd, blijf in Jeruzalem en bid om wat ik aan je beloofd heb. En wat heeft de Heer dan beloofd? Zie, ik zend de belofte van mijn Vader op u. En de belofte van de Vader, dat is de gave van de Heilige Geest. Want God de Vader heeft het beloofd dat zijn geest zal worden uitgestort op het dorstige. Juist toen en in die ogenblikken waar het volk zo had uitgeleefd dat ze niets met de Heere wilde te maken hebben en ze vanwege haar zonden in ballingschap zal worden gevoerd. Daar had God de Vader beloofd. Ik zal water gieten op het dorstige. En toen ze daar aan de rivier de Gebar zaten te klagen om het verlies en de vernietiging van Jeruzalem, toen heeft de Heer het beloofd, ik zal dat stenen hart van jou wegnemen en een vlezen hart geven. Mijn geest in het binnenste van u, dat is de belofte van de Vader. En nu heeft de Heer Jezus vlak voor zijn hemelvaart gezegd, ik zend die belofte. Die oude belofte die mijn Vader gesproken heeft, beloofd heeft, die komt nu uit mijn handen in jullie bezit. Blijf gij in Jeruzalem. En dan gaat hij naar de hemel. En dan gaan ze terug naar Jeruzalem met grote blijdschap. En ze bidden om dat wat Jezus gezegd heeft. En dat is een gebed. Niet van misschien, of zou het nog mogen komen staan te gebeuren. Maar dan is het een gebed om dat wat hij gezegd heeft. Heere, uw woord, uw belofte. Het gaat om uw naam. Het gaat om uw zaak. En op de Pinksterdag, als die dagen vervuld zijn, dan komen daar die tekenen van vuur. Tongen als van vuur, zichtbaar en hoorbaar, een geluid als van een geweldig gedreven wind. Geweldig zo'n teken, tongen als van vuur en dat geluid. Maar het grootste teken en het blijvende teken, dat is de prediking van het woord. Want het gaat niet om bijzondere, extatische dingen. Vallen in de geest, lachen in de geest. Wat in sommige gemeentes nu helemaal wordt
benadrukt of hele bijzondere gebeurtenissen van genezingen en wat dan ook. Nee, het gaat om prediking van het woord. Op Pinksteren staat het woord centraal en in dat woord staat Christus centraal. Dat is wanneer de Heilige Geest is uitgestort, dan wordt er alle ruimte opgeëist voor één naam door welke we moeten zalig worden. Dan wordt er alle ruimte opgeëist om te preken over het kruis, de gekruisigde. Lees maar naar Handelingen 2. En hoe de Vader de Zoon heeft overgegeven. En dat er nu voor mensen die daarmee geconfronteerd worden, dat zij daar de oorzaak van zijn, dat Jezus gekruisigd is, dat er nu voor zulke mensen die dan gaan belijden, Heere, wat moeten wij doen? Dat er genade is. Geloof in de Heer Jezus Christus en gij zult zalig worden. Dat is telkens weer vanaf die eerste Pinksterdag het refrein. En daar is een ontzaglijke grote menigte de Heere toegevoegd. Een mooi woord, dat staat hier in Handelingen 11. Dat is dat ze van zichzelf afzien en op de Heere opzien. En dat ze zich met heel hun leven denken, voelen, onmacht en zonde, alles wat in hen is, zich aan de Heer hebben vastgeklemd. Mijn zaligmaker en mijn God. Tot wie moet ik anders heen gaan? U hebt de woorden van het eeuwige leven. Bij mij is het niet, bij u alleen is het te vinden. En bij u bezit ik het ook. Vrede met God die alle verstand te boven gaat. Dat gebeurt met Pinksteren. En dat niet bij één, ook niet bij 12, maar bij honderden, duizenden. En dan lees je ook in Handelingen 6... dat er zelfs priesters, wat zeg ik, veel priesters, tot bekering komen. Geloven, de Heere aanvaarden. Nou, de Heere doet geen half werk. Een volkomen werk. Maar juist waar de Heere zo volkomen werkt, de Geest heeft uitgestort en nu ook in het hart, dat stenen hart wegneemt, dat vlees een hart geeft, zijn Geest in het binnenste van mensen die daarom Jezus Christus gaan omhelzen en dat ook hun levens daarvan gaan spreken. Want ziet hoe lief ze elkaar hebben. Ze hebben alles gemeen onder elkaar. Ze delen. Ze hebben oog voor elkaar en ze dragen de zorgen van elkaar. Dat is ook een uitwerking van het geloof in de Heer Jezus, oog hebben voor elkaar. En dat gebeurt daar. En in die grote Jeruzalemse gemeente waarin zoveel heerlijke dingen gebeuren, zien we dan dat de Satan een tegenoffensief begint. En Stefanus is dan met name ook het beginpunt. Als hij uit de weg is geruimd, gestenigd, dan komt daar een verdrukking die in verband met Stefanus plaatsgevonden had. Zo lezen we in vers 19. Dat is een start zijn geweest. Ze hebben bloed geroken. En nu zetten ze door. En dat gaat niet van langzaamaan en voorzichtig aan, maar het is met volle kracht er tegenin. De duivel kiest een moment. Inderdaad, er zijn momenten dat de duivel voor zijn kast staat en zegt, nou deze keer maar eens met sokken. Niet zo zichtbaar, niet zo hoorbaar. Dat is dan voor hem op dat moment dienstbaarder. Om een groter effect te oogsten. Iets langzamerhand opbouwen, stapje voor stapje, generatie bederven, een tweede generatie, een derde generatie, de oogst binnenhalen. Om een gemeente te veranderen, te bederven, om een dorp, een gemeenschap te verwoesten. Maar een andere keer komt hij met zijn klompen, hoorbaar en zichtbaar. En dan is er geen houden aan, en dat is wat hier gebeurt. Hij komt hier op klompen, volop. Zodanig dat die gemeente in Jeruzalem, die uit duizenden, dat bestaan, dat hebben wij niet zo'n grote gemeente. Maar het gaat hier om duizenden mensen. En dan staat er dat ze verstrooid worden. Dat lees je al in Handelingen 8.
Ze moeten de stad verlaten. Die verdrukking is zo intens. Het gaat met gevangenneming en met moord en doodslag gepaard. Slechts de discipelen, de apostelen, zo lees je in Handelingen 8, blijven achter. Een klein aantal en het merendeel vertrekt. Gaan we even nadenken. Voor Pinksteren waren er 11 discipelen. Die lege plek is opgevuld tot 12. En dan die gigantische explosie, die toename, duizenden mensen. En het wordt zo weer tot 12 teruggebracht. Alleen de apostelen blijven achter. Zouden er geen vragen oprijzen in het hart? Waarom? Heren, waarom? Hoe moet het nu met uw werk? Hoe moet het nu? Maar wat lees je dan in Handelingen 8? Dat die mensen die verstrooid worden uit Jeruzalem overal het woord gaan verkondigen. En er staat er in Judea, in Samaria, in Galilea. Dus dat is precies ook vanuit Jeruzalem kun je de cirkels trekken. Eerst Judea, dat is het Judeese land. Dan Samaria, en dat was dat gebied waar ze liever niet doorheen trokken als ze op weg gingen naar Jeruzalem voor de grote feesten. Maar wat is er veel veranderd, hè? God verandert mensen. Het is niet meer van Samaria, bah, daar gaan we niet heen. Nee, ze trekken ook door Samaria heen. Tot in Galilea, het Galilea der heidenen. Ze hebben allemaal etiketjes. In Judea, ja, daar moet je zijn. Daar kun je fijn preken. Daar heb je mensen die tenminste met de Bijbel bezig zijn. De Bijbelbelt bijvoorbeeld. Maar in de Randstad of in Den Haag en omstreken. Zo'n kale boel, Samaria. Overal waar ze komen, Judea, de Bijbelbelt, tot en met Samaria, de Randstad, tot en met Galilea, het Galilea der heidenen. Overal verkondigen ze het woord. En dan gaat het hier in Handelingen 11 zo verder. Dan wordt als het ware door Lucas, want dat is de schrijver van het boek Handelingen, voortgeborduurd op die geschiedenis. Nadat die voorgaande hoofdstukken een aantal andere zaken hebben belicht, komt het nu weer dat hij verder gaat. Zij nu die door de verdrukking, dus dat knoopt aan bij Handelingen 8, die in verband met Stevens plaatsgevonden had, overal verspreid waren, gingen het land door tot Fenicië. Ze gaan nog verder dan Galilea. Cyprus. En Antiochieën, dus dat betekent vanaf Galilea naar boven, naar links. Ja, maar er zit toch water? Geef niet, gewoon gaan. En naar rechts, Antiochieën. En dat is het bijzondere van wat hier gebeurt. De grenzeloze tegenwerking van Satan geeft juist een grenzeloze doorwerking van de Heere. Dat hij achteraf, als je voor de kast staat, bij zichzelf denkt, had ik nou maar met mijn sokken gekomen. Maar goed, zo is de Heere altijd wijzer en slimmer dan de duivel met al zijn woedende, grenzeloze tegenwerking. En dat geeft ook hoop, gemeente, ook nu vandaag. Want ook vandaag is er sprake van grenzeloze tegenwerking. Het zij op zijn sokken, het zij op zijn klompen. En misschien voel je wel in je eigen gezin dat je afvraagt, waarom gebeurt dit? Waarom nu die relatie en waarom nu die doorwerking en waarom nu die gebeurtenissen, dat onrecht? Dat kan je te pakken hebben toch, die vragen. Grenzeloze tegenwerking. Maar dat wij als christenen mogen vragen, Heere, mag ik ook iets zien van uw grenzeloze doorwerking? Dat wat voor mij zo krom overkomt en wat zo'n pijn kan doen, toch
uw weg is. Nooit dat de Heere de oorzaak en de auteur van het kwaad is, dat zal ik nooit zeggen. Daar blijf ik ver vandaan. Maar hij kan het wel ten goede schikken. En juist daar een intense zegen uit laten voortkomen. En dat is wat hier gebeurt. De uitbreiding van het evangelie. En dan staat er dat ze nogal een beetje benauwd zijn, zo lijkt het, terwijl ze tot niemand het woord spraken dan alleen tot de Joden. Nee, dat is niet benauwd, dat is zoals ze hebben geleerd. En dat is dat het evangelie, het woord, de genade, dat Christus de Messias voor Israël is. Hij is de Messias van Israël, gemeente. En zo heeft de Heer Jezus zichzelf ook gepresenteerd. Toen de Canaanese vrouw uit dat gebied van Fenicië en Tyrus bij de Heer Jezus kwam, dat hij even in dat gebied was getrokken om tot rust te komen. Toen kwam die vrouw bij hem, want ze had dat gehoord. En ze zegt, meester, mijn dochtertje is deerlijk van de duivel bezeten, wilt u haar genezen? Dan zegt Jezus iets wat in het begin heel vreemd is. Zou ik aan de hondekens geven wat voor de kinderen bedoeld is? Dat is hard, zegt iemand. De Heer Jezus is er toch voor iedereen? Ja, dat is waar. Maar hij is allereerst wel de Messias van Israël. Hij is gekomen voor de verloren schapen van het huis van Israël. En dat is wat hij daar zegt. Hij zegt daarmee, ik ben de Messias. Ik ben de Messias die aan Israël beloofd is. En daar ligt mijn taak en dat is mijn werk. Maar dan zegt die vrouw, heren, de hondekens eten toch ook van de kruimeltjes. Die vallen van de tafel en zeren. En dan zegt hij, vrouw, groot is uw geloof. Hij is wat hij is, de Messias van Israël. En wie deze Messias te voet valt, zal door hem niet worden weggestuurd. Wat een boodschap. Nou, en dat moet nu de gemeente die verstrooid is ook persoonlijk gaan leren. Dat de Messias van Israël ook de Messias voor Antiochië is. Je zag het ook bij Paulus, als hij rondgaat, allereerst zoekt hij aansluiting bij de synagogen, bij de Joden, hier en daar. Maar inmiddels heeft de Heere, door te sterven aan het kruis, alles volbracht. En is die scheiding tussen Jood en Heiden weggenomen. Want je ziet ook dat dat proces in de gemeente moet doorsijpelen, moet doordringen. Petrus zag het ook niet zitten. Moet ik nou naar die heidense man toe? Handelingen 10. Ja, maar kijk maar naar het laken. Vol onreine dieren, slacht en eet. En zo wordt hij voorbereid om bij Cornelius het evangelie te verkondigen. En zo zie je ook hier eerst die beweging van die gevluchte martelaren die verspreid zijn op alle delen, dat ze allereerst met name de Joden zoeken te overtuigen en met hen in gesprek gaan. Maar dan blijkt gaandeweg, er waren onder hen echter enkele mannen. Dan zie je toch in die grote beweging van die uitstrooiing, die diaspora, dat is uitstrooiing, diaspora. In die grote beweging dat er toch ook enkelen zijn die met name uit Cyprus en van Cyrene komen. Die dan in Antiochië ook de heidenen gaan aanspreken, de Grieken. De Grieks sprekende, de Hellenisten, de wereldsen, de mensen die niet met de Bijbel zich bezighouden, die niet over God nadenken, maar ze hebben een Jupiter en ze hebben een Saturnus en ze gaan zaterdag naar de naar de arena toe en de Spelen. Daar leven ze voor. Dus geen aanknopingspunt. Je kan niet met een oud testamentje kun je gaan zeggen, zie je nou Jesaja 53, dat is het lijden van Jezus. Nee, je hebt geen enkel aanknopingspunt. Daar sta je dan tegenover zo'n volgeling van Jupiter. En Mars, en noem maar op, die leeft voor de sport en voor de wagenrennen. En leeft voor het hier en nu. Met zoveel vrouwen hierop nagehouden worden. Het vrije leven. Zoveel mannen, geen hecht huwelijk. Waar begin je? Nou, wat doen die mensen die van Cyprus gekomen zijn?
En dat is eigenlijk de grote les voor iedere evangelist, dominee, vader, moeder, kerkenraadslid. De Heere Jezus verkondigen. Geen systeem. Niet van, dan moet je eerst dit en dan moet je dat. En dan moet je, daarna ga je dat ervaren. En dan, bij 2 jaar verder, dan kun je het iets beter zien allemaal. En dan, na 4 jaar, ze verkondigen Jezus. De Kyrios, de Heere, die alle macht heeft in hemel en op aarde, want hij heeft overwonnen op Golgotha en heeft in zijn opstanding zonde, dood en hel achter zich gelaten en in zijn hemelvaart getoond dat hij de schepper is van hemel en aarde, zelfs de zwaartekracht. Hem moet gehoorzamen. O, wat een boodschap, zichtbaar voor de ogen opgevaren. Dit mag de gemeente weten, dat hun Kyrios heel de wereld draagt en in stand houdt. Hoe zal hij ons ook niet met hem, zegt Paulus in Romeinen 8, vers 32, niet alle dingen schenken? Want hij heeft gezegd, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Dan hoef je niet bang te zijn als je staat tegenover zo'n vogeling van Jupiter, die leeft voor de sport en leeft voor de wagenrennen en voor het zogenaamde vrije leven, maar intussen zo gebonden als maar kan. Dan hoef je niet bang te zijn. Maar er is een Heer, een Kyrios, die dood geweest is. De naam Jezus zegt dat. En die leeft. Die heilig en volmaakt is. En voor zondaar aan het kruis gegaan is. Dat verkondig ik, zegt zo'n man van Cyprus tegen die man in Antiochië. Die hij op de hoek van de straat tegenkomt. Er was geen plek om te beginnen, zomaar in contacten, getuigen van Jezus, van zijn macht, van zijn genade, van zijn liefde. En de hand van de Heere was met hen. Kijk, dat is het geheim, dat is de kracht. Ik overtuig niet, ik getuig. Dat is wel een verschilletje, hè? Ik verkondig de Heere Jezus. Maar ik ga niet alles zo dicht timmeren dat de ander geen kant meer op kan. En dat ik zeg, nou heb ik je. Hè? Ik hoef niemand te hebben. Nee, het gaat om het getuigenis van puur wie Jezus is. Zijn macht en zijn genade en zijn liefde. En dan lees ik, en de hand van de Heere, dus van de Kyrios, was met hen. Hij die leeft. Een verkondiger van de Heere Jezus mag weten dat de Heere Jezus zelf achter hem staat. En geeft dat harten opengaan en levens veranderen. En dat er, ja, wat hier ook staat, en een groot aantal geloofden, dat volgt daarop namelijk, en bekeerde zich tot de Heere. Geloven, dat is ja zeggen. Dat is het voorwaar houden, amen zeggen op deze persoon, zo volmaakt heilig. Niet voor zichzelf gestorven, maar voor zondaren en uit het graf opgestaan om de overwinnaar te zijn. Geloven. En dat het gepaard gaat met bekering tot de Heere. De catechisme zegt dat zo mooi, dat ik niet meer mijn, maar mijn getrouwe zaligmaker, Jezus Christus, eigen ben. Ja, die grenzeloze tegenwerking is omgeslagen in een grenzeloze doorwerking van de Heere Jezus. En dan lees ik over een goed gerucht. En het gerucht over hen kwam de gemeente die in Jeruzalem was ter oren. Ja, dat is mooi, zegt iemand. Dat is mooi wat in Antiochië gebeurt. En het is mooi dat ze het in Jeruzalem oppikken. Het is een wonder, gemeente. Het is een wonder. Want wat horen wij nu over andere gemeenten? Wat pikken wij op uit de geruchtenstroom? Geruchten zijn vaak negatief geladen, toch?
En wat blijft dan hangen en haken? Dat is, heb je het al gehoord? Dit en dat speelt daar in die gemeente. Bij die kerkenraad. Daar zijn zoveel tegenstellingen. Daar is zoveel aan de hand. Die geruchten, die winnen het van het goede gerucht. Misschien dat je ook het een en ander hoort van andere gemeenten. Kan zelfs heel dichtbij komen. De zorgen in Alphen aan de Rijn. Maar dat er ook goede dingen zijn. Het goede gerucht. Horen we dat ook? Het avondmaal bedient vandaag opnieuw. Voor de tweede keer. Uw eigen predikant mag het daar bedienen. Wat een vreugde, gemeente. Wat een goede geruchten mogen we dan horen. Als ook vanmorgen jongeren, meerdere jongeren aan mochten gaan. Jongeren die ik nog catechisatie gegeven heb. Wat dacht u? Ik was blij toen ik het hoorde. En ik mag ervan getuigen, dat goede gerucht. En zo zien we ook dat wij goede geruchten horen, is niet altijd te verwachten. We verwachten zo vaak het tegendeel. En als er iets te horen is, dan smullen we zo vaak van wat negatief is. Maar om oren en oog te hebben voor het werk van de Heere, dat is een bijzondere gave. Want wij zien vaak en meestal aan wat voor ogen is. En we laten ons er ook zelfs door afschrikken. Maar om nu het goede te horen. Neem alleen al ook breder. We worden volgegooid met angst. Via de nieuwsvoorziening over allerlei zekerheden die onder ons levens uit verkruimelen. De oorlog in Oekraïne, de gevolgen ervan voor onze levensstandaard. De energieprijzen, het gaat geen dag voorbij. En dan beginnen ze ook nog weer met corona. En berichtgeving daaromtrent. En plannen voor het najaar. Wat staat ons nu weer te wachten? Nou, zulke geruchten, daar worden we mee volgegoten. Maar dat er op dit moment ook het werk van de Heere op de wereld is, dat de Heere doorgaat. Inderdaad, dat er ook in Nigeria gemeentes verwoest worden door groepen, rebellen die dan zo'n dorp, een gemeente volledig uitmoorden. En ondanks dat de Heere daar juist, waar het bloed van de martelaren vloeit, zijn kerk bouwt. Komt niet in de krant. Dat komt niet op ons netvlies. Dat heeft geen nieuwswaarde. Om dat goede gerucht te horen, moet je ook op dat goede van het werk van de Heere afgestemd zijn. Volhorens ontwikkelen. Aftasten. En dat je bij alles wat inderdaad ook zo zwart kan zijn en moeilijk kan zijn, ook dat andere ziet. Dat de Heere doorgaat, zijn ongekende weg gaat. Dat hij door niets en niemand tegen te houden is. Het goede gerucht over hen kwam de gemeente ter oren. En dan kun je dat horen. Ter kennisgeving, aanneming. En vervolgens ga je over tot de orde van de dag. Of je doet er iets mee. En dat is wat hier gebeurt. Ze horen het goede gerucht van dit werk van de Heere. En ze doen er iets mee. Want daar staat er. En zij zonden Barnabas uit om het land door te gaan tot Antiochië toe. Ze gaan er iemand heen sturen. Om dat contact te leggen en te onderhouden. Want ze voelen het. Daar is de Heere. Bij ons is ook de Heere. En het is één lichaam. Zouden we dan ons van die gemeente kunnen los opstellen als losse eenheden? Dat kan toch niet? Wij kunnen toch niet tot de hand zeggen, je bent niet belangrijk, want de voet is veel belangrijker. Dat is ook zo'n mooi lied voor de kinderen. Hè? We hebben elkaar nodig. De hand en de voet.
En zo is ook hier de gemeente in Jeruzalem open om te constateren dat het lichaam van Christus breder is dan de kerk van Nederland. Ik vul het maar even in. Breder is dan de christengeïnformeerde kerk in Nederland. En dat je het ziet en opmerkt. En dat die verbinding wordt gelegd. En zo wordt Barnabas uitgezonden om naar Antiochië toe te gaan. Nou, niet zomaar willekeurig Barnabas, want het was wel iemand die al sporen getrokken heeft en zijn sporen verdiend heeft. Wat bedoelt u dan, meneer? Wel, Barnabas staat bekend als een zoon van vertroosting. Dat is zoals hij ook in de vorige hoofdstukken is beschreven. Een zoon van vertroosting. En dat was hij ook, met recht. Hij offerde veel. Hij gaf veel. Dus ook wat dat betreft kon de gemeente op hem bouwen. Maar hij had ook inzicht en onderscheidingsvermogen. Want op een gegeven moment, dat lees je in Handelingen 9, blijkt dat die Saulus, waar ze een tijd geleden zagen hoe de Joden de jassen bij hem hadden in bewaring gelegd, en toen konden zij met hun handen vrij Stevenus stenigen, dat diezelfde Saulus tot bekering gekomen is. En ze hebben al de verhalen over Saulus gehoord en ze weten heel goed wie hij is. En als er op een gegeven moment in Handelingen 9 staat er beschreven, Paulus in Jeruzalem komt na zijn bekering en aanklopt bij Petrus en alle andere apostelen en zegt, jongens, ik ben ook bekeerd, ik heb de Heere lief. Dan doen ze de deur dicht, dan zeggen ze, dat geloven wij niet, wij weten te goed wie u bent. Ze zijn bang voor hem, nog steeds. Dat trappen wij niet in. En dan is het Barnabas die dan op dat ogenblik zegt, Paulus, kom er even met mij mee. Vertel je verhaal maar. Als tussenpersoon, als brug. En vervolgens, als dan Paulus zijn verhaal verteld heeft, dan legt opnieuw Barnabas de situatie uit aan de broeders. En dan komt het binnen. En dat is Barnabas. De bruggenbouwer. Die ook voor hem ongetwijfeld moet het moeilijk geweest zijn, maar die toch dat werk van de Heere heeft aangevoeld. En ook aangevoeld hoe zondig het zou zijn om het werk van de Heere als onwaardevol, als waardeloos weg te zetten. Want dat is een grote gevaar voor een gemeente. Dat je zelf niet meer weet wat genade is. En dat je zo jongeren ook wegzet of ouderen. En dat je niet meer die grote daden van God, van de Heere verwacht. En dat je alles in hokjes plaatst. Ja, die heb ik afgeschreven. En daar verwacht ik nog wel wat van. En van dat kind heb ik nog hogere verwachtingen. Maar van dat kind, die heeft ook keuzes gemaakt. Die ben ik kwijt voor de kerk. Kwijt voor de kerk. Het gaat toch om Jezus. Om de Heere Jezus. En verwacht ik dat hij werkt ook in het leven van mijn kind, ook als het zelfs ver afgedwaald is. Barnabas hoort het verhaal van Paulus en ziet en ervaart, dit is van de Heere. Hij mag die brugfunctie innemen en Paulus wordt geaccepteerd. Nou, daarom ook, dat is niet zomaar even dat ze Barnabas sturen, hij heeft zijn sporen verdiend. En dat is ook goed in een gemeente als de onderscheiden gaven worden opgemerkt en ingezet. Want je hoeft niet allemaal een schaap met 5 poten te zijn als ouderling en diaken of dominee. Je mag ook de diverse gaven die je onderling opmerkt en die de gemeente ook opmerkt, inzetten. Dan is Barnabas juist de geschikte persoon voor deze missie. En hij gaat naar Antiochië en wat ziet hij daar? Hij ziet het werk van de Heere. Hij ziet de genade van God. En hij wordt verblijd. Oh, wat een prachtige zin. Een geestelijke beoordeling. Ja, hij ziet het
en hij verblijdt zich erover. Dat is nou precies diezelfde genade waar ik kennis aan gekregen heb. En wat is dat voor genade? Dat de Heere mij verlost heeft. Dat de Heere genadig en rechtvaardig is, zoals we vanmorgen hebben gehoord. En dat de genade die aan mij is geschonken, precies dezelfde genade is, die ook aan die man is geschonken, die vorig jaar nog van Saturnus boog en naar de arena ging. En dat hij nu zegt, geef mij Jezus of ik sterf. Want buiten hem is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Jo, zo heb ik het ook. Dat herken ik. Dat is ook mijn grond. Grond van mijn bestaan. Voor hem leef ik. Een geestelijke beoordeling. Dan word je blij van binnen. Om het werk wat je ziet. Wat de Heer heeft gedaan. En dan hoeft hij ook geen nieuwe boodschap of een vervolgplan te schrijven. En dan moet je nu dit en dit. Want het kan niet zomaar even bij A, B en C blijven. Maar je moet ook nog dit en dat leren en dat en zus. Nee, hou het nou maar eenvoudig, ouderlingen en diaken. Dominee, vader en moeder, hou het eenvoudig. Als de Heere werkt, hoef je alleen maar te zeggen, blijf bij de Heere. Slot van vers 23. En spoorde hij hen allen aan om met een hartelijk voornemen bij de Heere te blijven. Je hoeft niet voor hem uit te lopen, je hoeft niet bij hem weg te lopen, blijf bij hem. En dat is 's morgens beginnen met de Heere, leven met de Heere en afsluiten met de Heere. Al je dingen doen, je keuzes maken, je tekorten zien en erkennen en belijden en de genade van de Heere aanroepen. Dat is blijven bij de Heere. Blijf in mij, zegt hij immers in Johannes 15. En zo zul je vruchten dragen. Je hoeft niet zelf dat vervolgplan te schrijven en vruchten voor te brengen, maar je blijft bij hem. Je leeft uit hem en zo draag je zijn vrucht. Mooie Barnabas heeft niet alleen een geestelijke beoordeling, maar ook een geestelijke bearbeiding. Dat was dat B-gedeelte van de derde gedachte. Ook een geestelijke bearbeiding met het oog op zichzelf, want hij ziet dat er best wel wat werk is. Geestelijk werk en dat zijn handen, ja, die zijn krachtig genoeg en heeft er zin in, maar ze zijn wel te kort. Daar moet nog een paar handen bij komen. En hij denkt aan Paulus. Die in Jeruzalem heeft leren kennen. Die inmiddels weer in Tarsen is gaan wonen. Of terechtgekomen. En hij denkt, ik weet waar hij ongeveer is. Ik ga hem zoeken. En dan neemt hij de ruimte om de voortgang van het werk in Antiochië niet te hinderen. Neemt hij de ruimte om Paulus te zoeken. Zodat er een mannetje bij komt. En dat is ook geestelijk. Dat is diep geestelijk. Je eigen krachten niet overschatten. Naar de mate wat de Heer je gegeven heeft. Ook om te zien. Dat is ook waarom een kerkenraad beroepswerk ter hand neemt. Waarom een gemeente op die wijze bearbeid wordt. En dan mag het ook een vreugde zijn dat uw herder en leraar mag weten hier nog te mogen blijven. Dat ze zo ook met de gaven die de Heer hen gegeven heeft in het midden van de gemeente mogen preken en werken. En het gebeurde. Barnabas vindt Paulus en neemt hem mee naar Antiochië. En het gebeurde dat ze een heel jaar met de gemeente samenkwamen en een grote menigte onderwezen. Dat de Heer daarin meekomt en zegent. Gemeente, mogen wij ook zo persoonlijk weten van het goede werk van de Heere. Ook in de gemeente. Dat je weet wat het is om je te verblijden over het werk van de Heere. De genade waar je zelf van hebben moet, dat je het ook bij anderen mag zien. En niet wegtrapt of een beetje verdacht maakt. Maar juist dat je gaat
nat maken en naast gaat staan, verzorgd. Wat een zegen als dat ook hier al in, niet alleen in Antiochië, maar ook in Schravenzande zo mag zijn. En dan staat er nog tenslotte in dat de discipelen voor het eerst in Antiochië christenen genoemd worden. Dat is een mooie mededeling. En dan kun je zeggen, ja, nou ja, dat is fijn. Dat is een, ik heb die mededeling voor het eerst gehoord, bewust met de les kerkgeschiedenis. Oh, mooi, dat is dus de plek waar het voor het eerst gebeurde. Maar dat is niet de uitleg. Het is geen kerkhistorische mededeling van Lucas. Dat is een wonder. Want daaruit blijkt dat dat goede werk van de Heer ook echt een goed werk is geweest. Want anders waren die mensen nooit christenen genoemd. Maar dan hadden ze daar de naam de volgelingen van Barnabas. Of het clubje van Paulus gaan heten. Wij noemen ons graag naar mensen. En mensen willen ons graag ook etiketteren als volgeling van A en van B. Maar dat de mensen in Antiochië, deze gelovigen die zich bekeerden, niet meer naar de arena's gingen en die getuigden van de Heer Jezus, christenen zijn genomen, dat is alleen maar te verklaren dat wat ze met de mond beleden ook door hun leven niet werd tegengesproken. Ze zijn van Christus. Ze zijn het eigendom niet meer van zichzelf. Maar ze leven en stralen een volledig ander leven uit. En dat trekt aan, gemeente. Mag het zo ook in Schravenzande naar buiten toe wervend zijn en aantrekken. Dat anderen gaan zeggen, daar in de gemeente, in de Maranatenkerk, dat zijn christenen. In de zin zoals het bedoeld is. Als Christus. Ben ik als Christus. Zijn eigendom. Zijn beeld gelijkvormig. Amen.